De zeven kandidaten reizen door naar het keizerlijke Luoyang. Ooit eeuwenlang cultureel hart en hoofdstad van China. Daar ligt, voor de echt oplettende kandidaat, de naam van de mol binnen handbereik. Hoi, ik ben Robin en welkom bij de vijfde aflevering van Robin's Mol Talk. We zijn alweer halverwege het seizoen en ik wilde voor deze keer de video iets anders beginnen. En waarom vraag je hem dan misschien af? Nou, eigenlijk is het voor mij heel simpel. Ik denk dat ik de mol heb aangeraakt. Meer hierover zal je woensdag zien wanneer de video om 18:00 online komt. En ja, nu we het toch erover gehad hebben, kunnen we dan net zo goed gelijk met de titel beginnen van de aflevering. Namelijk aangeraakt. Het is misschien een beetje een vreemd begin. En het is ook eigenlijk niet te zien tenzij het langzaam afspeelt. Maar Biddy is eigenlijk de eerste die de groene laser heeft aangeraakt. En hij mocht toch in het spel blijven, ook ondanks hij te laat was. Maar goed, officieel is Johan als eerste eruit, omdat de groene laser hem meer dan overduidelijk geraakt heeft. Moet ik eruit. En toen ging Leonie, waar we aanwijzingen geven, wijzen met een vinger. Johan. Wat is er? Ja. Als je dus iets aanraakt, ben je af. Je staat met je Johan, voeten. Is dit serieus? Ja, ik... Ja. Ja, ik baalde flink. Ik was om 18:00 opgestaan, ik had me aangekleed. Ik dacht, nu ga ik eindelijk even bewijzen dat ik iets kan, dat ik niet onhandig ben. Johan, jongen. En vervolgens mogen ook Nathan en Miljuska het veld ruimen omdat ze de laser hebben geraakt. Nee! Nou, zoals je mij kent, ben ik natuurlijk heel fanatiek bezig met die dia's. Leg ik gewoon uit het spel, doordat ik een laser aanraak. Je gelooft het toch niet? Oh, ik ben af, jongens. Ik ben aan het hoofdtekening. Ik ben een cassette aan het plakken en knippen. En ondertussen, mijn cirkel gaat open en dicht. En ik ben af. Oh, ik kan niet uitstaan. En kan je eigenlijk nagaan dat wanneer je in zo'n spel zit, dat je echt gewoon met het spel bezig bent? En eigenlijk gewoon vergeet je omgeving in de gaten te houden, omdat je het spel tot een goed einde wil brengen. En dan het laatste puntje van aangeraakt was natuurlijk het bekende stukje dat Rob de letters mol heeft aangeraakt. Klopt erin? Wacht even. De eerste letter, die vonden we vrij snel. Het was de letter M. Oppakken en meenemen. Lekker dit. 1, 2, 3, deel. Oh, en terug. Super lekker. Terug naar, ja, wie is de mol? Of dat dan een mollenstreek is, weet ik niet. Maar het was heel duidelijk dat daar moest staan, wie is de mol? Vraagteken. Daar heb ik wel een beetje mijn bedenkingen bij. Eigenlijk heel simpel, want Klees heeft ook de woorden mol aangeraakt. Ook in dezelfde volgorde, dus ja, ik ga het lekker even in het midden houden. Nou ja, tot zover heb ik in ieder geval alles aangeraakt voor zover ik het weet. Dus dan is het tijd voor opdracht 1, waar de titel beeld en geluid is en €1500 verdiend kan worden. En gelukkig door de Super Mario World €250 meegenomen is naar de pot. Ja, hier zijn mij een aantal dingen opgevallen. Ze zijn misschien wel erg voor de hand liggend, maar goed, niets is wat het lijkt. Dus ik ga ze ook hier bespreken. Ja, Leonie begint bij de tv's. Daar wordt duidelijk in de opdracht uitgelegd wat je moet doen. Zoek op alle films naar foto's waar jullie en de afgevallen kandidaten op staan. De foto's zijn te zien op de tijdcodes die overeenkomt met jullie geboortedata. Maak de groepsfoto van aflevering 1 zichtbaar op de televisie. Ja, so far so good. Je hebt de foto. Dan ga je toch eerst kijken welke DVD-speler bij welke tv hoort. En dan ga je daarna pas om mensen vragen wat hun geboortedatum is. 26.08.94. Deze is niet spoelen. Welke is dit? Dit is aan het spoelen. Waar is die? Daar is die. Zit daar een foto tussen? Zit daar een foto tussen? Hier vraagt Leonie eerst wat de geboortedatum van Buddy is, terwijl Tina op het scherm zichtbaar moest worden. En wat later met eigenlijk heel veel geluk ook is gebeurd. Is dit een molactie of gewoon een onbewust iets dat je op dat moment zo in het spel zit dat je niet bewust meemaakt wat er gebeurt? Het kan allebei. Dan hebben we natuurlijk ook de slideshow. Hier is gewoon niet goed gelezen door iedereen. En Rob was eigenlijk de eerste en ook de enige die begreep wat de opdracht was. Dus dit is sowieso vanuit
Klees geen amor actie. Bekijk de film. Vul de antwoorden in op de tablet. Mel. Ja? Je mag me helpen. Ik ga even meekijken. Ja, ik mag er niet in. Ik mag vanaf hier kijken. Ik moet hier, wat zie je op de eerste foto die voorbij komt? Nou, dit gaat heel hard. Oké, nog een keer. Dit is wat ik zie eerst, hè? Ja. Ik begin als vliegende kiep. En ook een stukje heb ik foto voor foto bekeken. En er waren een aantal foto's, ik meen 4 of 5 die ik even snel kon zien, die een fractie langer op het scherm stonden dan de rest. En Rob heeft het uiteraard goed gezien, maar dan moet je ook heel erg goed opletten. Dus mocht het zo zijn, dan zou dit eerder een molactie vanuit Rob zijn geweest in plaats vanuit Klees. En dan mag Miljuska eindelijk Super Mario World spelen, haar favoriete spelletje. Maar ze weet niet hoe het werkt. Praise the Lord, mijn favoriete spelletje staat weer op me te wachten. De gele is springen. Ga, nee, je moet naar de volgende. Oh. Nou wil ik niet veel zeggen als gamefanaat, maar als het je favoriete spelletje is, dan weet je echt wel meer dan dit. In ieder geval voor mij geen verdachte actie in ieder geval. En dan aan het einde van de opdracht wordt Leonie gefeliciteerd met het kleine bedrag. Ik zou er niet direct zelf het achter zoeken, want de opdrachten die waren lastig. En Mario heeft ze dus goed gered. En het kleine bedrag is natuurlijk meer dan welkom voor de kandidaten. Dan is opdracht 2 ook wel lettergreep genoemd. Daar moesten de kandidaten de zin Wie is de Mol spellen. En met de letters die in het winkelcentrum stonden of op de markt stonden. Hier was €1500 te verdienen, maar daar zat meer aan vast dan alleen de letters bij elkaar zoeken. Het was leuk dat Miljuska en Buddy de opdracht samen konden doen. Want ze konden eindelijk als geheim bondgenoten konden ze met elkaar alles bespreken. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Nou, wij zijn altijd wel een echt bondje geweest, toch? Dat denk ik ook wel, ja. Volgens mij hebben de kandidaten nog niet echt een idee dat wij dat zijn. Nee, en dat willen we ook lekker graag zo houden. Ja, dus zullen we afspreken dat we gewoon lekker blijven aanvallen? Absoluut, absoluut. In het bijzijn van iedereen. Ja. En Buddy, heb jij het hier nou echt over kandidaten? Is er nou echt een mogelijkheid dat jij eventueel de mol bent? Het klinkt heel ernstig, maar hij spreekt hier over de kandidaten. En dat verbaast mij ook wel een beetje. Nou, laten we hem lekker daarop houden. Dit was verder een leuke opdracht en het opvallende was dat Nathan en Johan samen waren. En eigenlijk Nathan constant de aandacht van Johan afleidde, zodat ze langs de letters konden gaan of een hele andere route namen waar juist geen letters stonden. Heel erg slim gedaan natuurlijk, maar toen die opdracht klaar was had ik wel zoiets zo van... 0 letters. Ja. Ja, het was toch wel knap. Vervolgens moesten ze het geld gaan zoeken. Op de twee plekken van de letters die ze hadden gevonden. En Buddy heeft de envelop gevonden met geld daarin. Het was €600. Hoe dan de verdeling was, durf ik niet te zeggen, want dat zullen ook niet te weten komen. Soms heb ik zoveel geluk. En daar ineens lacht hij. De envelop met geld. Raad, we hebben er een! Ja! Ja! Tijd is om. En maar 1 en... Envelop. Er wordt ook gezegd dat hij hier gemold kan hebben omdat de envelop al open was. Maar als je in het stukje ziet wat je net zag, dan kan hij hier niet gemold hebben. Want de envelop was al open met geld en Miljuska die stond letterlijk naast hem. Dan ga je dat soort dingen ga je natuurlijk niet doen. Toen ineens had Leonie haar momentje. Vind je het gek dat we niet meer weten als je zoveel letters hebt binnengehaald? Dat is wat hij elke keer doet. Dan gaat hij de schuld zoeken bij een ander. Moet je echt mee kappen, Buddy. Het is super onaardig. En ja, natuurlijk zit er meer vast aan dit stukje. Maar goed, pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Want wat Buddy de hele tijd doet... En nou ja, ik heb het ook weer hier opgeschreven wat Buddy de hele tijd doet. Doet Leonie eigenlijk nu al 5 afleveringen. Maar goed, we gaan snel door voordat ik ook boze berichten ga krijgen. Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij opdracht 3, genaamd lezen en schrijven. Dit was een leuke opdracht om te zien hoe de kandidaten en de mol uiteraard in het Chinees hun eigen naam moesten schrijven. Ik vind het alleen jammer dat we niet weten hoe de Chinese
vertaling van Rob en Nathan wordt geschreven. Maar één ding is wel zeker, Miljuska die heeft haar naam goed onthouden. Aan die waaiers lopen. En opeens denk ik, oh, op die waaiers, daar moet ik op kijken. En ik wacht en ze gaan in één keer allemaal zo raad. Oh ja, daar zijn we. Oh, dat is mijn naam. Oké. Okay. Ik heb natuurlijk wel mijn molverdachte in mijn hoofd geprent. En Nathan heeft voor €250 voor de groep gekozen, omdat hij toch de mol niet zou ontmaskeren. De ene kant heb ik zoiets zo van, het zou heel erg opvallend zijn als je dit als mol doet, als enige dit kiest. Maar aan de andere kant, hij had tussen aanhalingstekens ook wel een legitieme reden om dat te doen. Want hij had opdracht 2 had hij behoorlijk verpest en hij heeft echt een groepsgevoel. En wil die daarmee met €250 wil die toch weer een beetje goed maken. Dus dat kan ik begrijpen. En als laatste was ik het natuurlijk wel eens met Rob. Het was een hele mooie molactie. Want er komt natuurlijk zo geen geld in de pot erbij. Is niet genoeg, Rick. Als het 1000 was geweest, had ik erover nagedacht. Nou, tot zover aflevering 5. Johan heeft het spel moeten verlaten. Wat ik ook niet anders had verwacht dat zou gaan gebeuren. En nu is het afwachten wie de volgende afvaller gaat worden. Als ik het zachtjes mag roepen, denk ik dat Klees de volgende afvaller gaat worden. Want degene die dan nog erin blijven, die hebben toch wel een hele sterke band met elkaar. En dan zal het een beetje twijfelachtig worden wie er dan af gaat vallen. Maar dat is wat ik voor nu denk. En dan is het ook alweer gelijk tijd voor de afsluiting van deze aflevering. Wat mij vooral opviel is dat mensen, of tussen dat de kandidaten moe begonnen te worden en steeds meer fouten beginnen te maken en ook gewoon geïrriteerd op alles gaan reageren. Maar goed, dat maakte de lol niet minder om naar te kijken. Dan is het punt wie ik verdenk qua mollen. Er is voor mij niet heel veel veranderd ten opzichte van de vorige keer. Ik moet even kijken wat ik heb geschreven, want dat is altijd wel een belangrijk dingetje. Waar ik de vorige keer Miljuska, Nathan en Rob van dacht, is dat in ieder geval hetzelfde gebleven. Maar door een ontdekking die ik heb gedaan, staat Nathan nu bij mij heel ver bovenaan als mol zijnde. Nou, zoals ik aan het begin van de aflevering al zei, aankomende woensdag om 6 uur gaat de video online. En dan zal ik uitleggen waarom Nathan nu bij mij bovenaan staat. Ik ben benieuwd wat je ook van die aflevering gaat vinden. En ik ben uiteraard ook benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een like achter of reageer wat je verdenkingen zijn of wat je ervan vond. Wil je meer hiervan zien? Vergeet dan niet te abonneren. Wil je de video van aankomende woensdag ook zien? Vergeet dan ook niet gelijk het belletje aan te zetten. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan is het enige wat nu nog overblijft voor mij om te zeggen. Later.